Ik wil nu graag met u naar een bruisende afsluiting van het programma. En dan wou ik een aantal mensen naar voren vragen. Joost Brunsma, Peter Struik, Lot van Hooydonk. En waar is Constantijn? Jullie hebben net met elkaar een gesprek gevoerd en ik mocht daarbij zijn over eigenlijk what's next. Hè? Want er zijn een paar mooie dingen. Lot en Constantijn die gaven tijdens de aftrap al aan hoe goed jullie hier samenwerken en wat dat oplevert, welke kansen erin zitten. Nou, Barry liet zien, dat is, zal ik niet vergeten, 25% tot 40% hè, potentie met aquathermie. Wat zijn nu voor jullie eigenlijk de belangrijkste punten om mee verder te gaan? En mag ik bij jou beginnen, Constantijn? De belangrijkste punten om mee verder te gaan, nou ja, daar wil ik ook even refereren aan het klimaatakkoord waarmee we nu in onderhandeling zijn in Den Haag. Daar hebben wij als Unie van Waterschappen hebben we een voorstel gedaan om een programma op te starten waarbij we aan de ene kant op zoek gaan naar pilotprojecten op het gebied van aquathermie. Dat we gewoon in den landen, hier in Utrecht, met het terrein dat hier buiten ligt, maar ook op heel veel verschillende andere plekken in Nederland, gewoon pilotprojecten gaan realiseren. Dat mensen ook daadwerkelijk kunnen zien wat aquathermie nou precies inhoudt en hoe de toepassing is en hoe goed het werkt. Dat is een belangrijk deel. Die governance moeten we echt verder uit gaan werken. Want van wie is het nou en wie is verantwoordelijk? Wie gaat waarover? Dat zijn gewoon vragen waar we de komende jaren verder aan moeten verder werken. En kennisontwikkeling is heel erg belangrijk. Dus die drie aspecten die hebben we neergelegd nu in het klimaatakkoord. En daar willen we heel hard mee verder werken. Oké, dankjewel. Lot, jullie zijn gewoon begonnen. En waarschijnlijk omdat hier een energie in de stad Utrecht heerst van we moeten op zoek naar andere ontwikkelingen. En ik heb begrepen dat jij er redelijk toonaangevend in bent. Maar wat voor governance heb je nou nodig om zo'n project hier voor elkaar te krijgen? Nou, ik denk om te beginnen dat we de komende 3 jaar ongeveer, hè, tot en met 21, zijn we in Nederland bezig met het maken van regionale energiestrategieën. Daar gaat het om in 30 regio's heel erg over de aanbodkant. Hè, wat kunnen die regio's doen aan het leveren van duurzame warmte en duurzame elektriciteit? En alle gemeenten zijn ondertussen bezig, dat is ook echt een parallel proces, om voor al hun wijken plannen te maken. En die twee dingen die moeten echt samen oplopen. Dus die bronnen uit die regiostrategieën die moeten gekoppeld worden aan de nieuwe vormen van verwarming uit die wijkaanpak. En ik denk wat wij net constateerden in ons bestuurlijk overleg, is dat we eigenlijk, nu is dat heel erg een proces van gemeenten en stakeholders, hè, in die regio, maar dat de waterbeheerders daar eigenlijk echt een plek hebben aan tafel. Ik verkeerde in de veronderstelling dat voor heel Nederland dat allemaal al heel goed in kaart was gebracht, welke warmtebronnen er uit oppervlaktewater zijn, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus ik zou het wel heel fijn vinden, of denk ik heel nuttig, als de Unie van Waterschappen zou zeggen, wij gaan dat gewoon voor heel Nederland in kaart brengen. En dat bieden we aan die regionale strategieën en die regio's. Want dan ligt er dus eigenlijk al een kaart op tafel van waar zit nou de potentie van Theo en Thea. En dan is het denk ik aan de waterbeheerders om dan ook in te brengen, onder wat voor condities kun je dit nou oogsten, deze potentie. Want misschien wordt er af en toe wel bijgezet, ja, let op, we hebben ook wel wat zorgen. Bijvoorbeeld over wat dat doet met de ecologie of wat dat doet met de temperatuur. Maar dan, als je aan tafel zit, kun je dat gelijk inbrengen. Dit is de potentie, maar wel onder deze randvoorwaarden. Ik denk dat dat is wat we met elkaar zouden moeten doen de komende 3 jaar. En dat is een soort grote golf over Nederland. En in de periode daarna zullen we vooral in de uitvoering zitten. En dan komt eigenlijk druppelsgewijs al die projecten langs. Gingen hier ook al een beetje de ogen open van, hey, dan zijn we ineens ook vergunningverlener en moeten we af en toe ook ja zeggen tegen projecten. Nou ja, dan zou het natuurlijk fijn zijn als we elkaar zo goed kennen dat het niet pas bij de vergunningaanvraag bij je op het bureau komt, maar vooral al veel eerder, zodat je echt onderdeel wordt van die wijk, de uitvoering van die wijken, waar overigens de gemeente natuurlijk ook plannen voor moeten maken, die uitvoeringsplannen die erbij horen. Dat je daar dan als waterbeheerder ook aan tafel zit met hoe gaan we het nou exact doen, zodat uiteindelijk de formaliteiten ook echt de formaliteit zijn. Mooi, dankjewel. Nou, dat is ook meteen een goede reden om even naar Rijkswaterstaat te gaan. Applaus. Peter, er komt nogal wat op je af bij Rijkswaterstaat. En hoe gaan jullie dit oppakken? En wat heb je daarvoor nodig? Er komt veel op ons af, maar dit soort problemen, daar worden we graag mee geconfronteerd, want het is een hele grote kans om
maatschappelijk gewoon bij te dragen aan een heel serieus probleem. Dus wat dat betreft zijn wij heel vaak partner in business van de waterschappen, als Rijkswaterschap, ook in de envelop bij economische zaken om dat kennis en de pilots te doen. En ik heb, toen ik hierheen kwam, eigenlijk had ik drie vragen naast de governance. Wat betekent het voor het watersysteem? En wat betekent het voor het energiesysteem? Nou, dat energiesysteem dat zal zichzelf wel ontrollen en dat zal ook economische zaken wel volop doen. Maar het watersysteem, het helpt wel om als gezamenlijke waterbeheerders, ja, middels een kennisagenda te kijken van welke consequenties zijn er, welke rol vervul je en hoe wegen we het af. Dus om daar en dan inderdaad de tijd vanaf nu gebruiken om je voor te bereiden, proactief op basis van die maatschappelijke vraag. En dan na die drie jaar, dan gaat het gewoon gebeuren en dan staan we gesteld. Dus ik zie er echt naar uit, ik vind het echt een hele mooie opgave. Ja, zo klinkt het ook en dat enthousiasme straal je ook uit. Maar ik moet even denken aan wat Lot net aangeeft. Al die gemeentes die aan die regionale samenwerking, aan die energietrategieën gaan beginnen, die doen allemaal een beroep op jullie. Ja. En op die waterschappen. En dat moet in drie jaar, begrijp ik. Nee, dus als wij nu heel lang wachten en dan word je overvallen door al die initiatieven, dan lukt het je niet. Als je tegen die tijd goed hebt geanticipeerd en hebt geïnvesteerd in wat zijn de consequenties, wat betekent het voor het watersysteem, hoe kunnen we het afwegen? En dan kun je gewoon aan de ene kant als vergunningverlener je rol goed spelen en aan de andere kant als misschien neutrale facilitator ook in de casussen en de samenwerkingen optreden. Oké, dankjewel. Stowa is een kennispartij, onder andere. Ja, klopt. Ja. Onder andere, vooral. Vooral, precies. Er worden nogal wat vragen gesteld over kennis opbouwen, kennis uitwisselen. Hoe kijk jij daar tegenaan, ook als initiatiefnemer van deze bijeenkomst? Ik kijk daar net als Peter trouwens met veel enthousiasme naar. Want Stowa is al een tijd lang bij Theo en Thea trouwens ook betrokken. En ik had vijf jaar geleden niet gedacht dat we nu al zover zouden zijn. En je ziet dat dan zoiets als, we moeten allemaal van het gas af. He, wat dit kabinet gezegd heeft, en dat vergelijk ik dan even met wat Kennedy heeft aangekondigd, we gaan naar de maan. Dan zie je dat dat ook echt een beweging is die op gang komt. En voor mij is het belangrijk, denk ik, dat de landelijke kaart die Barry net heeft laten zien, daar zijn ook al regionale kaarten voor, hè, want die regionalisatie is echt nodig. Het gaat straks in die regionale energiestrategieën, daar gaat het gebeuren. Dus ik zou in ieder geval aan mijn partners, de waterschappen, een beroep willen doen om vooral proactief zulk soort kaarten te gaan maken, zodat je weet waar het aanbod ligt, zodat je ook als een goede gesprekspartner in die tafels aan tafel zit. En voor onszelf als Stowa, ja, de vragen die Peter net gesteld heeft, van ja, welke consequenties heeft het nou voor het watersysteem? Ja, daar zullen wij natuurlijk de nodige onderzoeken voor moeten doen. Maar daarvoor is het wel nodig dat die pilots er komen. Dus vooral niet op elkaar wachten, want juist dat praktijkonderzoek is voor die effectbenadering heel erg van belang, denk ik. Dus kom op allemaal. Ja, precies. Gewoon in de praktijk doorgaan en dan hebben we de tijd met elkaar om die governance eromheen goed te organiseren en te regelen. En dat geld wat daarbij hoort. In de zaal, zijn er naar aanleiding van deze reacties, zijn er nog opmerkingen of vragen van jullie? Ik heb zelf het gevoel dat hier toch wel een redelijke gamechanger is neergezet met aquathermie of een nieuwe. Ik kende alleen steeds het feit dat er gezegd wordt geothermie, vooral de ultradiep is de gamechanger. Die houden we er ook in, denk ik, hè? Want je hebt dan nog die andere 60% ook nodig straks om die verduurzaming voor elkaar te krijgen. Maar voor wie is dit nu echt een nieuw inzicht, zoals hierover gesproken wordt? Ik zie maar een paar. Er zat al veel kennis hier in de zaal. En als het voor jullie al zo helder is, hè, wie wilde vertellen wat je al doet met aquathermie op dit moment? En dan even iets nieuws van wat we net gehoord hebben. Of steek je hand gewoon op, als je al met aquathermie bezig bent. Kijk, ja, dat begint te komen. Dus die leercurve die we nodig hebben met z'n allen, daar zit al een redelijke start zit daar in.
En wie heeft nou iets gehoord waarvan die denkt, ja, dit is ook zo kansrijk als je het over aquathermie hebt. Hè, over Theo, Thea en straks ook Ted. Ik kan het niet laten, ik vind het echt een mooie alliteratie. Maar wie heeft er dan nog iets van die zegt, dit wil ik nog even toevoegen aan het einde van deze sessie. Echt de uitsmijter van de middag, zou ik maar zeggen. Ja. Kijk. Nee, dat vind ik stoer. Ga erbij staan, want dan wil ik ook even weten wie je bent. Ad Huyck, zover ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Misschien geen uitsmijter, maar voor mij wel een inkopper. Dat ik aan het begin van de bijeenkomst hoorde van... Er lopen al 50 projecten in het land die bezig zijn... of waar al een grootschalig thermische energie uit oppervlaktewater wordt gewonnen. Dus dit is ook kennis om te delen waar ik benieuwd naar ben... om die te kunnen bezichtigen en daarvan te kunnen leren. Oké, nou, wie wil daar even op reageren? We hebben behoefte aan kennis delen, ook die praktijkvormen. Ja, dit vraagt om een reisleider als ik jou... dus ik weet niet of hier nog een borrel naar zit, maar ik zou zeggen... één iemand moet de bus regelen, één iemand de dienstenregeling... en de rest koopt een kaartje. Gaan we aan de slag, ja. Oké, ik wil gaan afsluiten. We lopen al 2 minuten over tijd en ik had jullie beloofd echt op tijd af te ronden. Er is nog heel veel over te zeggen. Ik wil jullie hartelijk danken voor je aanwezigheid hier... maar ook voor het initiatief, de goede en inspirerende voorbeelden die hier zijn genoemd. En het publiek, de deelnemers, hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Echt volle bak. Dat is volgens mij zelfs boven verwachting waarschijnlijk, hè, van de organisatie. En iedereen die zijn kennis hier heeft gedeeld, wil ik hartelijk danken. En nu wil Ronald nog even. Kijk, of alle workshopsleiders nog even naar voren willen komen, want jullie gaan niet met lege handen naar huis. En blijf nog even zitten, totdat dit felicitatiemoment ook weer voorbij is. Ja. En eigenlijk is de boodschap, hè, het eigenaarschap is van iedereen en zeg het voort. Hè. Nu wil iedereen altijd weten, Roelof, wat erin zit. Ja, als ik in de zaal zit, ben ik er altijd heel nieuwsgierig naar. Oh, kijk, die is leuk. Oké, goed. Dit is het einde. Dank u wel. Tot de volgende keer.